Ik ben ervan overtuigd dat we hier op de wereld niet zijn om alleen maar voor onszelf een mooi leven te creëren. Maar dat we op de wereld zijn om met elkaar te zorgen dat het hier een betere plek wordt. En ik word vooral heel diep geraakt door kinderen in nood. Dan betekent dat voor mij ook dat ik daar dus iets aan moet gaan doen. En dat ik daar via World Vision invulling aan kan geven. Dat maakt dat ik me beter voel, dat ik iets bijdraag. En dat er ook concreet iets verandert. Wat ik heel mooi vind in de missie van World Vision is dat we zeggen van, het is niet alleen de doelgroep waarop we ons richten in de landen waar we werken, die kinderen. Maar het brengt ook iets voor jou als gever. En daarmee breng je eigenlijk die twee in balans. Het is niet zeg maar de gever die dan het kind een mooi leven schenkt. Nee, de vreugde van geven en de vreugde van leven, die komen heel dicht bij elkaar en die zitten op een gelijkwaardig niveau. Er zijn heel veel mensen die een kind sponsoren, bijvoorbeeld omdat ze kinderen hebben die ze zelf ook willen laten opgroeien met het besef dat er meer is in de wereld dan alleen maar het huis waar zij opgroeien. En de rijkdom die zij hebben, het brood met beleg dat zij krijgen. Maar dat er ook een wereld is waar dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En dat je niet alleen maar een Nederlander bent of familielid, maar dat je ook mag omzien naar mensen die dat wel goed kunnen gebruiken. Voor mij is de kracht van World Vision dat zij staan voor wij helpen de allerarmsten, waar ook ter wereld, wat je achtergrond ook is, wat je religieuze achtergrond ook is, jij hebt hulp nodig, wij komen helpen. En dat vind ik gewoon zo ontzettend krachtig, dat het niet gaat om een bepaalde groep die voorgeselecteerd is of wat ook. Nee, jij hebt hulp nodig. Wij komen jou helpen. En het feit dat World Vision actief is in meer dan 100 landen maakt het natuurlijk ook heel erg krachtig. Want als ergens een ramp gebeurt, dan is de kans heel groot dat World Vision al ter plaatse is of in de buurt is. World Vision kan vaak snel reageren als er nieuwe crises ontstaan. En ja, in de programma's die we uitvoeren is de kwaliteit ook gewoon heel hoog. De lat voor ja, hoe we dingen doen, die ligt hoog. En daarin proberen we gewoon het maximale te bereiken voor kinderen. Met 40.000 medewerkers in 100 landen kunnen wij een enorm verschil maken. En daardoor kunnen wij dingen die andere organisaties niet kunnen. Kijk, in het grote plaatje dan zie je misschien niet heel veel beweging. Maar zoom in, zoom in, zoom in. En je ziet een kind dat wel degelijk een andere toekomst heeft gekregen. En daarmee de omgeving. En daarmee weer, en dat cirkeltje wordt steeds groter en dan is het in één keer wel een heel groot verschil. Ik geloof dat juist de kracht van kindsponsoring is dat je niet de hele wereld hoeft te veranderen, maar je kan wel de wereld van één kind veranderen. En op het moment dat je één lamp aansteekt, dan zal er al veel licht verspreid worden. En laat staan als we dat met z'n allen doen, dan kunnen we nog meer licht verspreiden, kunnen we nog meer kinderen helpen. Ik hoop dat het werk ooit niet meer nodig is. Dat zou de ultieme droom zijn, dat we gewoon kunnen opdoeken als organisatie, dat we niet meer hoeven te bestaan. Ja, tegelijkertijd denk ik dat de kans ook wel onwaarschijnlijk is, dat er nou ja, altijd wel nieuwe rampen zullen zijn, zeker met ja, alle klimaatveranderingen, maar ook ongelijkheid en conflicten wereldwijd. Denk ik dat het heel belangrijk is dat we niet opgeven en dat we doorgaan. Ik hoop dat we echt onze wereldwijde impact volop kunnen gaan inzetten. Dan denk ik dat we echt heel ver kunnen komen. Want het is een superkrachtige organisatie met heel veel technische capaciteiten, met heel hoog bereik en met enorm gepassioneerde mensen. En dan hebben we nog onze God heel dichtbij in ons hart. Dus ja, wie kan ons tegenhouden? Voor kinderen. Voor verandering. Voor leven.